Portfolio update nummer 10, de prijs schiet alle kanten op, er gebeurt van alles, er worden orders gevuld, er worden nieuwe orders geplaatst, de porto krijgt steeds meer body. Wij zijn lekker bezig denk ik. We zijn uh, lekker bezig, maar er gebeurt wel veel op de markt. We hebben het er natuurlijk vorige portfolio update ook over gehad, er zit wel spanning in en we zien met name de grote jongens dat die de kar hebben getrokken. Ja. Um, en er zijn heel veel aandelen die achterblijven, waar paniek ontstaat, als we bijvoorbeeld kijken naar Nike afgelopen week en ons eigen aandeel, Alphen. Uh, veel vragen over gehad. Hoe ga je hier nou mee om? Wat ja. ga je mee doen? Want daar is wel wat gebeurd bij Alfen. Uh, laten we daar naartoe gaan. Laten we daar inderdaad eventjes naartoe switchen, want daar hebben we inderdaad heel veel vragen over gehad. Heel veel mensen die zeiden, ja die koers helemaal onderuit, uh, hoe ga je daar nou mee om? Hoe kijk je daar nou naar? Nou, hoe we daar naar kijken, dat is heel belangrijk denk ik, want je moet naar de cijfers kijken. Als jij wil investeren in een aandeel, doe je onderzoek, kijk je naar de cijfers. Uh, als jij dan geïnvesteerd hebt in een aandeel die harder onderuit gaat dan dat je had verwacht, ja. dan moet je ook even kijken, waar heb je dit mee te maken? Waar komt dit door? En dat is wat jij eventjes op een rijtje hebt gezet. Ja. Um... Medio mei zijn ze gekomen met een, uh, een kwartaalupdate en uh, daar was alles nog uh, ja nou ja hozang in en ogen. Het was gewoon goed, de outlook was gewoon goed. En die hebben ze uh, vorige week ja, gigantisch naar beneden bijgesteld um, naar zelfs 485 naar 520 miljoen. Ja, dat is een behoorlijk uh, stuk minder en dat heeft met name te maken door een aantal grote orders die getekend zouden worden in Q2, mm -hmm. maar niet getekend zijn. En wat betekent dat dus? Dat die omzet ook niet meer in 2024 zal vallen. Nee. Um, als jij natuurlijk een uh, schoen koopt bij Nike, dan wordt die omzet gelijk gemaakt op dat moment. Maar dit soort grote orders, daaraan zit een heel voorbereidingstraject aan vast, voordat het uitgevoerd geleverd kan worden. Dus die omzet kan pas veel later genomen worden. Hij nou, gaat ook gepaard met veel centjes, dus uh, als ja. dat niet doorgaat zoiets, ja, dan gaat de outlook automatisch bijgesteld worden ja. Uh, ja, voor de aankomende maand. Ja. Verkoop uh, Nike twee paar schoenen niet, dan ja, is er eigenlijk niks aan de hand. Ja. Maar verkoopt uh, zo'n bedrijf twee orders niet, ja, dan heeft gigantische impact uh, ja. op hun omzet. Ja, uh, 20% naar beneden ten opzichte van uh, 2023, ja, dat is gigantisch. Uh, ook de winstverwachting is naar beneden bijgesteld. Dat is ook niet positief. Ze hebben vervolgens ook nog um, twee one-offs gedaan. Dus dat betekent, ze hebben voorraad. Die voorraad is in courant, uh, verouderd. Ja, die kun je niet meer verkopen voor de prijs waarvoor die in de boeken staat. En dan moet je daarop afschrijven. Dat heeft natuurlijk ook impact. Um, ja, niet, niet positief. En ook zeker gezien dat ze een maand geleden nog een veel positiever beeld hebben gegeven ten opzichte van nu. Ja, dat, dat wil je gewoon niet zien als investeerder. Dat. Geeft eigenlijk heel veel investeerders zeggen nu dus ja, jullie zijn niet meer te vertrouwen, uh, waardoor ze dus het geld uit zo'n bedrijf trekken en het risico niet meer willen lopen. Maar dit is dus ook waarom je zo'n bedrijf moet blijven monitoren, hè? want de Outlook kan, uh, en dat, dan is het niet omdat het de ene keer goed is en de andere keer niet, nee, dan is het omdat de dingen veranderd zijn. Dus ja. dan zeg je wel ja, ik heb misschien geen vertrouwen meer in het bedrijf. Nee, de vorige keer was de Outlook ook daadwerkelijk zo, omdat ze uh, dachten dat de Outlook er zo uit ging zien. Ja. En als dan uh, een aantal orders bijvoorbeeld in dit geval niet doorgaan... ...of je moet wat afschrijvingen doen links en rechts... ...ja, dan kan die outlook veranderen. En dat dat verandert, dat moet je dus voor jezelf ook in de gaten houden. Dat moet je monitoren, want je bent je geld aan het investeren ja. in een bedrijf. Ja, en dan zijn er ook wel wat dingetjes gebeurd erin in het management. Wisseling van uh, CFO's. Een CFO die op een gegeven moment weer vertrokken is. Een CFO is verantwoordelijk voor de financiën. Uh, Chief Financial Officer. Ja, daar heeft het gerommeld. En wat daar precies is gespeeld, dat zullen wij toch niet, uh, toch niet weten... Um, is hij vertrokken omdat hij dit aanzag komen? Ja, zeg het maar. Um, positief is het niet. Um, heel fijn is het ook niet, zeker niet gezien de reactie. Uh, wat ik wel interessant vond, is dat ze. Ja, het is gewoon onder de aandacht. Um, ze gaan kijken naar hoe ze hierop moeten acteren voor de komende tijd. Verwachting is nog steeds dat het bedrijf voor langere termijn, uh, lange tijd gaat groeien de komende jaren. Uh, maar 2024, en zeker, nou ja, misschien ook 2025. Hoef je geen gigantische groei te verwachten bij dit bedrijf. Uh, zeker ook gezien, gezien dit verhaal. Dus daar zal het gebeurd. Ook de uh, vrije kaststroom. Uh, verwachten, ze dat die, die, verwachten ze dat die positief zou zijn, dat is ook weer naar beneden bijgesteld. Uh, ja, dat, dat biedt onzekerheid. Uh, ze kunnen nu mogelijk niet meer aan bepaalde convenanten met banken voldoen. Waardoor. ...er extra kapitaal op de markt moet komen... ...gaan ze aandelen uitgiften doen... ...ja, daardoor worden jouw aandelen... ...ook weer minder waard. Gewoon heel veel onzekerheid bij dit bedrijf. Uh, het is wel onder de aandacht. Ik vind het ook goed dat ze nu in één keer... ...maar met alle shit naar buiten zijn gekomen. Ik kan er weer vanaf zijn. Kunt er vanaf zijn. En creëer gewoon weer een nulpunt voor dit bedrijf. Ja, gaan we dan... Uh, um, ...gaan we dan kijken naar... Ja, wat daar is gebeurd. Wij hadden een order staan op 31... Uh, op 30 35. nog iets. Ja, 31, uh, 35, volgens mij. Uh, ja, uh, gewoon een stuk lager. Uiteindelijk, uh, nou, een stuk, 45% is natuurlijk wel gigantisch. Hè? 45% ja. is een gigantisch ja, stuk. Bijna lager. op een gegeven moment, 50%, <tie> stond hij onder water. Ja, dat is zo. Uh, dit was uh, op de dag. opening. Boom! En hij opende op 20 euro. Uh, en omdat die opening zo laag was, we hebben we natuurlijk ook de uh, prijs-algo order gebruikt op uh, Max Dan vult hij je altijd tegenover de beste prijs. Maar we zijn ook gewoon een stuk lager geopend. En bij de opening op 20 euro zijn we uiteindelijk gevuld. Ja. Uh, dus dat scheelt natuurlijk wel eventjes een stuk. Hè? Als je kijkt naar uh, 31,5. Uh, en je gaat uiteindelijk naar uh, 20, en je bent daar uiteindelijk gevuld. Dan heb je je order voor 36% goedkoper. In dit geval is dat echt extreme. Hè? Ja. Maar als, die hem wel op 31, uh, als we wel op 31,5 die aankoop hadden gedaan, dan hadden we nu 36% onder water gestaan. En uh, de realiteit nu is: oké, okay, we weten uh, hoe het zit. We weten door middel van de cijfers uh, wat er speelt, wat er aan de hand is. En we staan nu alsnog 14% ja. onder water. Maar in het geval van 31,5 hadden we nu. 46% onder water gaan. Oké, okay, dus het is geluk bij een ongeluk. Weet ja. je, dat is, dat is enigszins mooi. Uh, maar voor de lange termijn denk ik dat er nog steeds vertrouwen is hier. Nee, zeker voor de lange we er termijn. We er zijn in gestopt. Zeker vertrouwen. <laughs> uh, wat we wel hebben besloten is om na deze prijsactie uh, even te wachten. Even de boel tot rust te laten komen. Uh, Laat de markt eerst maar weer normaliseren. Kijken van wat vindt iedereen ook weer van dit bedrijf. Paniek eruit. Ja. En dan gaan we weer verder kijken. Um, dus we zijn niet hier gigantisch bij gaan schalen. Uh, ook niet helemaal daar onderin. En we wachten eerst even af. Wat gaat er de komende tijd aan prijsactie ontstaan. Dat Kun moet je monitoren dus. En kunnen we dat, uh, um, ja, kunnen we dat in de gaten blijven houden. Ja, en ook zeker de komende kwartalen. Zullen heel interessant zijn wat gaat daar gebeuren. Um, nog steeds voor de lange termijn. Interessante sector. Uh, interessante markt om in te investeren. Ja, er zit nu stukje ja risico in sta je onder ja. water ja, is vervelend kun je <tie> eventueel naar beneden halen wij besluiten ervoor om eventjes te wachten we hebben nou positie in het bedrijf uh, maar eerst even de markt weer normaal worden ja ik vond het ook wel mooi dat je gelijk in uh, uh, op Instagram dat je gelijk een poosje hebt gemaakt ja. ook op onze Instagram pagina en uh, meteen even een stukje uitleg hebt gegeven hierover dat is nice en dat waardeerde de mensen waardeerde dat ook goed um, deze week, het is maandag. Deze week gaat uh, Maxim zorgen dat ze de winnaars gaan benaderen uh, van de vorige actie. Dus die de aandelenpakketten uh, gaan krijgen, gaan ja. ontvangen. Wordt ook allemaal uh, deze week geregeld door Maxim. Dus als je een mailtje krijgt, uh, dat klopt. Ze gaan jullie uh, benaderen in verband met uh, privacy. En zo kunnen ze ook niet de gegevens aan ons geven. Dat wij zeggen, oh, uh, deze en deze zijn de winnaar, daar woont ja. hij. Uh, dat, dat kunnen wij natuurlijk niet doen. Dus hun gaan zelf uh, de winnaars benaderen. Uh, en dat moeten jullie dus even in de gaten houden in de mail. Um, hebben we een nieuwe actie voor uh, jullie, voor ja. deze maandag. En dat wordt ook weer een leuke. Um, de minimale storting is van uh, 500 naar 250 uh, gegaan, of maak een extra storting op je account van 250 als je uh, al een account hebt. Um, we gaan iets tof doen, want uh, Jordi zegt: ja, vorige keer waren er hier mensen op locatie, hebben we een seminar op locatie gedaan, vonden mensen fantastisch, vonden ze heel gaaf, we hebben ze heel veel van geleerd. Dit wordt een iets ander seminarje, want dit gaan we samen met Jordy doen, met betrekking tot aandelen. Nou, dan hebben ze het natuurlijk mooi verwoord. Maak je klaar voor een exclusieve kans om de mannen van Dopekest te ontmoeten. We nodigen vijf Maxim klanten uit uh, om bij Dopekest op locatie te komen voor een onvergetelijke ervaring. Dit is jouw kans om je te verdiepen in de wereld van investeren. Wij wonen van een livestream. Uh, gevolgd door een lunch en sparring sessie. Om al jouw beleggingsvragen te beantwoorden. Dat is wat we gaan doen met vijf mensen. Die kunnen bij de livestream zijn. We gaan een lunch met ze doen. We gaan netwerken, we gaan sparren. Uh, over alles met betrekking tot uh, investeren. belegging. Ja. ja, dat, dat zijn altijd moet. leuke sessies. Uh, ja. Gewoon elkaar ontmoeten. En uh... Ja, op deze manier kunnen we dat gewoon beschikbaar maken. Dat gaan we doen. Goed. Uh, je hebt iets leuks gemaakt. voor deze aflevering. Ja. Uh, ja we, we gaan uh, nieuwe aandeeltjes weer toevoegen aan, uh, aan het portfolio. Uh, ja, daarvoor deel je altijd je onderzoek. Wat zijn interessante sectoren? We hebben natuurlijk maar een paar sectoren. waarin we op dit moment geïnvesteerd zijn. Uh, dus dan ga je op zoek. waar liggen eventueel kansen? Ja, wat ik een hele interessante sector. of industrie vind, is ook gewoon healthcare. Dat blijft doorgaan. Mensen ja, hebben zorg nodig. We ja. worden ouder. Uh, de wereldbevolking groeit. Ja, we hebben, we hebben dat gewoon nodig. En een tak waarvan ik denk dat die daar de vruchten van kan plukken zijn medische devices. Er worden steeds meer uh, medische devices ontwikkeld. Ze worden slimmer, waardoor uiteindelijk zorgkosten misschien ook naar beneden kunnen. Ja, dat is gewoon een hele, hele interessante tak van spot. Ja. En er zijn gewoon grote onderzoeksbureaus zoals een KPMG die daar onderzoek naar doen. En Um, ja. Je kunt je logisch verstand gebruiken om erover na te denken. Hoe gaat die toekomst eruit zien? Maar gebruik het dit het rapport in je voordeel. Um, ja, wat ik interessant vond, gewoon jaarlijks 5,2% aan uh, compound annual growth in die, uh, in die industrie. En ook voor de komende vijf jaar nog steeds. Dus er zit gewoon groei in, er zit gewoon potentie in. En daar kunnen bedrijven gebruik van maken. Ja, vervolgens uh, moet je dan op zoek naar de bedrijven. Um, ja, daarvoor hebben we... Ja, wij gebruik... mensen vragen altijd van ja, wat, wat gebruik je er nog voor? Hoe analyseer je nou de aandelen? Hoe zorg je dat je structuur krijgt daarin? Ja, dit is uh, uh, de sheet die ik ook gebruik, die we ook verwerkt hebben in het uh, leerprogramma. Dat vind ik mooi. Dit is een tool die jij gebouwd hebt eigenlijk om uh, ja, cijfertjes naar voren te toveren, om tenminste uh, vergelijkingen te kunnen maken, ja. om dat duidelijk inzichtelijk te maken. Heb je deze tool gemaakt voor het leerprogramma? Die dus zit daar ook gewoon uh, in verwerkt, ja. maar het is echt super handig. Ja, super handig. Um, ja, die gebruiken we natuurlijk zelf ook. Um, opgedeeld in een aantal, aantal uh, tabbladen kleurtjes, je gaat meer over de kwalitatieve analyse, kwantitatieve analyse waarin je zaak kunt vastleggen over de economie, uh, welke sectoren je in bent geïnvesteerd en wat de verdeling is, nou healthcare zijn we bijvoorbeeld nog niet in geïnvesteerd, willen we wel in uh, kun je ook een gewenste weging opgeven dus een voorbeeld van uh, de S&P wat de weging is uh, je kunt de impact analyse maken van, uh, van de verschillende bedrijven um, en natuurlijk ook de cijfertjes gaan vergelijken. En daar wil ik nou, vandaag wel even dieper op inzoomen. Uh, want mensen worden vaak bang voor al die cijfertjes. En uh, wat ik doe met deze tool ook voor mezelf is: ja, je vult alle cijfertjes in die op de balans staan, op de resultaatrekening, op het kaststroomoverzicht, over dividend, overwaardering. En je krijgt gewoon in één oogopslag te zien wat scoort goed, wat scoort minder goed. En dat doen we onder andere met het aangeven van een kleurcodering. En die pakt bijvoorbeeld de hoogste en de laagste getallen eruit. En je krijgt daar gewoon een goed beeld bij. Uh, ook grafiekjes, want naast de cijfers op dit moment is ook de trend heel belangrijk. Hoe ontwikkelt zich iets? Uh, stijgt bijvoorbeeld de winst? Uh, daalt de winst? Uh, wat doet de omzet? Wat is bijvoorbeeld de return on equity? Uh, dus hoeveel rendement maken ze op hun eigen vermogen of op hun uh, assets? En dan zie je gewoon die kleurcodering. Oké, okay, dat is bij Abbott, die scoort uh, hoger, daarop uh, een sick. Ja, en wat minder goed scoren uh, met Tronic en uh, BSX. Nou, het is te... zonder dat je direct naar de cijfers kijkt, zie je aan de kleurtjes al of het positief of negatief is. En dat is wel heel erg relaxed. Het is heel makkelijk en inzichtelijk. Je vult al die cijfers in die je gewoon letterlijk uh, in de verslagen kan vinden van de bedrijven die gewoon online staan. Uh, in de investor relations hebben we ja. al vaker gezegd, kan je heel makkelijk kan je die cijfers allemaal vinden. Die cijfers je vul je hier in en dan komen dan gewoon grafiekjes en kleurtjes uit die jou heel veel informatie geven op een makkelijke manier. Ja. Um, ja, zo gewoon alle informatie naar voren halen. Uh, ook over de waardering die er vervolgens uitkomt. Ja, en zo zie je gewoon welke bedrijven interessant, minder interessant zijn. Um, en vervolgens kun je dat dan ook samen gaan vatten in een, in een tabelletje. Um, hierin kun je voor jezelf aangeven wat jij interessante dingen vindt. Geef dat dan aan met plusjes en mini's. Wat vind je goed, wat vind je minder goed. Ja, zo krijg je heel snel een overzicht. Oké, okay, Metronic heeft hier wel heel veel plusjes. Um, Abbott en Sik ja, die komen een beetje op een gedeelde tweede plek. En uh, BSX, ja, wat minder op dit moment. Ja, zo krijg je voor jezelf gewoon een heel goed overzicht. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk nog de chat waar we naartoe kunnen kijken. Ja. Um, en die gaan we erbij pakken. Ja, zo kun je ook daar kun je heel snel scannen van wat, um, wat is er aan de hand. Um, bijvoorbeeld bij een Abbott. Uh, Striker Corporations ja die staat uh, richting een alt Mai. ja dan gooi ik hem gewoon uit mijn shortlist vind ik hem op dat moment niet meer interessant op ja. dit moment misschien wel lager maar nu even niet nee uh, nou, en een BSX ondanks dat die uh, allemaal uh, minnetjes of tenminste daar het minste goed voor stond uh, in de vergelijking staat hij wel het hoogst ja dat is een schil contrast ja ja, de, de Outlook, uh, andere zaken spelen er ook bij mee. Zeker ook bij dit soort bedrijven. Er zit altijd wel weer een extra stukje risico, risico aan. Kijk bijvoorbeeld naar een Philips. Ja, komt er een uh, rechtszaak met ja. neu-apparaten? Ja. dan gaan die bedrijven ook goed dat onderuit. Dus hou er wel rekening mee als je in dit soort bedrijven wil investeren. Er zit een extra stukje risico aan. Ja. Maar um, goed. Shortlist technisch? Ja, kijken we naar een, uh, naar een Abbott en een uh, Metronic. Uh, die wat mij betreft dan uh, overblijven na de fundamentele analyse. En dan ook uh, de charten bekijken. Ja, wat uh, ik bij Metronic vond. is dat ze. Uh, uh, de, de, de cijfers omzetten en zo. die blijven vrij, uh, vrij stabiel. Uh, die kun je hier ook terugzien. Dus er zit weinig groei in dat bedrijf. Uh, dit is trouwens, een van de eerste aandelen. die we hebben aangehaald in een aandelenvideo. Uh, die stond hier ergens. Ja, ik heb daar wel een rit uh, op gemaakt. Uh, volgens ook winst genomen. Ja, en die winst kun je dan ook weer gaan her her heralloceren. Of in hetzelfde aandeel. Of in dezelfde sector. Of heel ergens anders, als je maar rendement maakt. Ja. Maar dat stukje zou je ergens anders kunnen uh, dus Wat jij zegt, vind ik wel uh, bijzonder ook hoor. Want als je kijkt naar 2019, 20, 21, 22, ja, je ziet inderdaad dat het redelijk stabiel blijft uh, qua uh, poed op de bank. Qua wat er verdiend wordt. Ja, en uh, dat is wel een, uh, een dingetje wat ik interessant vind. Als je kijkt naar uh, dividend is ook nog een puntje uh, waarvan je dan zeggen ja, interessant, want er wordt best wel wat dividend uitgekeerd daar. Maar de payout ratio is vrij hoog, dus dat wordt ten opzichte van de cijfertjes uh, van de winsten uh, wordt er vrij hoog uh, ja, dividend uitbetaald. Dat is, daar zit wel een risicootje en dat hm. is bij, uh, bij een Abbott is dan een stuk minder. Uh, terwijl we daar ook een 2% dividend rendement krijgen, uh, dus, dus daar zit wat. Uh, bij Metronic zit ook wat uh, onzekerheid, uh, CFO die is naar HP gegaan, uh, dus daar zit ook wat. Dus er spelen wel wat dingetjes bij Metronic. ja dan kun je de keuze maken, oké okay, de cijfers van Metronic zijn misschien wat beter dan die van Abbott, um, maar er zitten ook links en rechts wel wat haken en ogen wat je liever niet ziet. Ja, dan moet je de keuze gaan maken. Dan kun je gaan kijken ook naar de chart, wat gebeurt daar? Ja, ja en waar ga je dan voor? Welke aandeel kies je? Nou ja, als we kijken naar de chart en we kijken gewoon puur even alleen naar uh, wat we zien en dan zien we uh, deze en we zien dat er nog niet echt uh, gegamed wordt. Uh, als we kijken naar een uh, Abbott bijvoorbeeld, dan zien we dat daar wel al een game uh, plaats heeft gevonden uh, op basis van de prijsactie die hier staat. Zeg je, oké, okay, waar wil je dan ergens nu vasthouden? Als je terugtest. Na een gain mag je terugtesten. Hè? Na een gain terugtesten is, oké, okay, hier is het meest agressieve stukje. En hier heb je een hele rit heb je omhoog gemaakt. Een retracement om de boel dicht te smeren hier zo. Zou niet gek zijn. Um, dus voor Abbott is het interessant om te kijken, vind ik persoonlijk zelf. En normaal, dat moet je voor jezelf natuurlijk ook helemaal uitmaken. Je moet niet deze order meenemen. Je moet je eigen order gaan plaatsen uiteindelijk. Als je überhaupt zo'n aandeel aan wil kopen. Dit gebied vind ik interessant. En als ik hem dan uh, even met een lijn uh, zo. Find you, bovenkant hier. Dan denk ik dat dit een hele mooie entry is. Tuurlijk kan je zeggen, oké, okay, ik ga nog. Uh, defensiever zitten en ik ga helemaal aan de onderkant zitten aan de start van de impuls. Uiteindelijk, als je kijkt, volume technisch, dat is ook belangrijk. Uh, dit is een 9,5%. Dit is een uh, 7%. Laat hem daarvoor op afgrond. Kijk, dit is belangrijk. Als je uitzoomt, je kijkt uiteindelijk ook waar het volume ligt. En hier en hier ligt wel meer volume. Dus uiteindelijk ook meer stut, uiteindelijk waar je weer op kan blijven hangen. Uh, dus ik vind dit een, een, een mooi punt voor een entry. Ook als je nog meer naar het verleden kijkt, krijg je nog iets meer conformaties. Ik vind de bovenzijde van deze, deze constructie die hier ligt... en dan heb ik het over de, de, ja, de compressie die hier uh, plaatsgevormd heeft. Je gaat eigenlijk aan de bovenkant van deze compressie mm -hmm. ga je kijken naar een, uh, naar een entry. Uh, en dan komt hij op uh, 97, uh, als we hem exact afronden, 97.01. En Top. ik denk dat dit een orde is die we uh, door gaan voeren binnen de porto. Zeker weten. Oké, okay, we zitten hier weer in de porto en we gaan op... 97,01 Gaan wij de order plaatsen voor Abbott in ons portfolio. 97,01. Uh, go to cancel. En dan pakken wij voor. 300 dollar, krijgen we dus. Uh, nee, dollars. 200. Krijgen we dus plus minus 3 aandelen. En dit hebben we dus geswitcht. Omdat we bij Alphen natuurlijk, omdat die koers ja. gigantisch naar beneden ging. Dat hebben we alleen maar voor 200 euro gekocht. Ja, dat is wel even een leuke, leuke reminder voor de mensen. Kijk, we zijn natuurlijk op een lager niveau zijn we gevuld. Maar we hebben natuurlijk shares aangegeven. Dus hij heeft ten alle tijde 10 aandelen gekocht. Ja. Op welke prijs dan ook. Het zijn 10 aandelen. En we kunnen dus beter, dat hebben we nu dus geleerd. Uh, van... Um, Alvin, We kunnen dus beter zeggen we willen voor 300 dollar. Want voor 300 dollar hadden wij op een aankoop van 20 op Alvin meer aandelen gehad. Ja. Dus dat had in ons voordeel kunnen werken. Uh, dus vandaar dat we dat op deze manier uh, gaan doen. Nog goed. Uh, prijs Alger staat aan. Good to cancel 9701. buy, uh, Accept. En dan staat hij erin. Dan hebben wij het ordertje voor wat betreft uh, Abbott ook in de Porto. En als we uh, ja, kijken uh, naar uh, onze Porto, ja, dan staat ja, daar goed. nog niet heel veel anders in. Nou ja, tenminste, hey. van vorige week uh, plus, minus 40 of 50 uh, euro eraf. Ja, ja. Uh, Alphen natuurlijk uh, flink onderuit. Gelukkig niet de hele uh, test naar beneden. Uh, Starbucks, die gaat weer ietsje terug. Uh, Monster staan weer neutraal. Die die test wat terug. Uh, hebben we ook een order uh, Klaas staan nog. Pekom. Ja en Adobe, dat is wel de, de klapper. Ja, maar van goed, het weet je, er gaan uh, heel veel dingen gebeuren gedurende de tijd dat we deze porto maken ja. zijn. Nogmaals, we zijn het aan het doen voor meerjarig. Dus we doen dit gewoon voor jaren. We gaan deze porto opbouwen. We gaan het laten zien. We zijn begonnen op de top. Dit soort dingen kan je verwachten en dan zeg je ja, dat was de klapper. Ja, we hebben klappers, we hebben verliezers. Absoluut. We gaan nog heel veel klappers en verliezers krijgen in de aankomende periode. Maar dat is het leuke ook aan het opbouwen van een porto. We zijn langzaam deze portfolio vorm aan het geven. En ik vind uh, dat er steeds meer vorm in komt. Ik vind ja. dit het leukste uiteindelijk om te doen, om te bouwen aan iets nieuws. Ja, uh, en we nemen de mensen gewoon van A tot Z mee en hoe we dat uh, hoe we dat Ja, doen. dat is ook het leukste, want je kunt uh, zo'n adolbe naar de stop dat hij omhoog gaat, maar ook bij een Alphen. Hoe ga je daarmee om? Op ja. andere aandelen? De ene aandeel kies je wel om lager gelijk weer in te schalen, bij, bij een Alphen bijvoorbeeld niet. En ook daarbij de reden wat de cijfers die eruit komen, wat daar gebeurt. Ja, en hopelijk kunnen jullie daar wat van leren. Zeker, want dit soort periodes moet je absoluut niet eng vinden. We hebben dat in de uh, spotserie hebben we dat ook gehad. We zijn begonnen met de spotserie voor bitcoin uh, uiteindelijk op beermarktperiode. Toen de prijs naar beneden ging, zijn we begonnen met die serie. Toen dacht je. Ja, dat ben je te gek, want de prijs gaat alleen maar omlaag. Gaat alleen maar omlaag. En uiteindelijk gaat het omhoog en dan kun je ja. winst nemen. Als een prijs omlaag gaat in geval van sommige van de aandelen in de Porto, dan staan daar nieuwe orders. Dat is dus iets positiefs die worden gevuld. Ja. Gaat de prijs omhoog? Maak ik winst. Is iets positiefs. Wordt word, word winst gemaakt. Dus je moet altijd zorgen dat je het positieve eruit meeneemt. Want ook in een dalende markt kan je uiteindelijk verstandige keuzes maken. En zorgen dat je voor de toekomst de porto op een goede manier uitbreidt. Ja, absoluut. Goed. Vond je dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Smash op het duimpje, renkt de video wat hoger in YouTube en is een blijkvorm waardering voor ons. Onderaan deze video komen alle linkjes richting www.dopiecase.nl. vind je alle informatie over het leerprogramma investeren en beleggen, waar onder andere de sheet in zit die we in deze uh, video hebben gebruikt. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer. Adres.